Jasper heeft onlangs zijn droom in werkelijkheid zien gaan. En dat is tijdens een verhuizing gebeurd. Ja. Want je bent verhuisd, maar binnen hetzelfde pand, geloof ik. Ja, klopt. Klopt. Mijn en droom, daar oh, heb jij, om even het item te introduceren, je dream setup gemaakt. Ja, wel zo'n beetje, ja. Ja. Een dream setup is nooit af, trouwens. Hè? Laten we daarmee beginnen. Nee, klopt. En dromen, dat is net een beetje als een pens. Die daaien altijd uit na verloop van tijd. Ook dat. Dus ik heb heel erg lang ben ik al bezig met in kleine stapjes dingen aan mijn setup toe te voegen. En met mijn setup bedoel ik dan natuurlijk mijn gaming setup. Want je kijkt naar GameKings. Daar heb ik eigenlijk in kleine stapjes steeds dingen aan toegevoegd. Ja. En ik ben altijd zo iemand van, ik ga dan dan kijk ik naar 10 producten en dan de duurste wil ik dan niet kopen. Dus dan kijk ik naar die 9 daaronder. En op die denk ik, ja, fuck, ik wil nou eigenlijk toch wel die duurste. En dan ga ik vervolgens... Want je gaat uiteindelijk zo redeneren. Ja, dat is misschien wel €500 duurder, maar hoe lang ga ik ermee doen? Ja. En dan heb ik die iets goedkopere gekocht. En dan zit ik alleen maar op de bank te denken, had ik maar €500 meer uitgegeven. Vond ik mezelf dat maar waard? Ja. Ik vind mezelf dat niet. Nou, dat heb ik wel eens gehad. En ik weet nog dat ik ooit een videokaart kocht. Een 9800 GTX was dat volgens mij destijds. Ja. En dat ik toen Far Cry speelde op de eerste dag dat ik mijn nieuwe PC had. En ik zette alles op ultra. En ik denk, wat de fuck krijgen we nou? Is dat een fout of zo? Is mijn videokaart niet aangesloten? Had ik gewoon 10 frames per seconde. Ja. En ik zat echt voor mijn PC zo. Fuck. Dit is gewoon eigenlijk best een kutkaart. En hij was toen €300. Dat was echt shitload aan geld. Dat was heel duur, hè? Ja, zeker dus weten. Vanaf dat moment ben ik zo bezeerd in mijn ziel dat ik op de duur dacht van, ik ga nooit meer... Ik bedoel, ik ben er wel achter gekomen dat ik volgens mij niet ga reïncarneren. Dus ik ga dit leven maar één keer leven. En ik ben ontzettend verknocht aan gamen, zoals jullie misschien weten. Ja, wij allemaal. Het is een gedeelde passie, schijnt hier. Ja, er wordt hier wel eens over gepraat. Dus ik dacht, ja, weet je, als ik dat dan ga doen, dan wil ik ook gewoon alle toeters en bellen open kunnen draaien. Nou ja, en op de duur heb je dan je PC, heb je dan helemaal volgepropt met apparaten en dan heb je geen ribben meer. Dan kan je gewoon letterlijk, laat maar. Ja, dan heb je geen ribben meer. Ja, precies, precies. En dan kom je erachter, ah shit, ik kan natuurlijk ook mijn televisie nog upgraden. Mm-hmm. En dan denk je, ah fuck, maar ja. Dat denk ik iets te vaak, moet ik ook zeggen hoor. Ik denk jij en ik sowieso allebei wel. Ik denk dat wij heel veel verschillende tv's hebben gehad in ons leven. Ja, mijn... Meer dan 10? Die je zelf hebt gekocht? Nee, dat niet. Ik denk het wel. Ik persoonlijk. Oké, dan ben ik wel benieuwd. Ben jij in het plasma-era al echt druk aan het upgraden gegaan? Of? De allereerste die ik heb gekocht was een 26... Ja, we gaan nu ook door de tijd. Dus dan weet ik. Ja, let's go. Dan kan je ook alvast optellen de inches, zeg maar. De allereerste die ik heb gekocht was een 26-inch LG scherm. 26 inch, what the fuck. En dat was een tv destijds. En zwaar ook. En het was een flat panel. En die had ik, omdat ik in eerste instantie bij de Weekamp een 32-inch Finlux had gekocht. Oh, Finlux. En dit is nog de tijd voordat HDMI echt doorgebroken was. Mm-hmm. En die 32-inch Finlux zag er super tof uit, maar had geen HDMI-aansluiting. Maar ik had mijn Xbox 360 via VGA aangesloten of iets dergelijks. Ja. Maar er zat één fucking dode pixel midden in het scherm. Rood ook, vuurrood. En toen heb ik die teruggebracht en die hadden ze niet meer een andere voorraad. Nou, toen zei ik, doe maar die 26-inch LG. Daar is het begonnen. Toen daarna een 32-inch Sony gekocht. De D500, geloof ik. Ik weet niet meer exact hoe die heette. En toen begon het echt. 40W2000, 40W3000, 40W4500. Dat zijn allemaal Sony. Dat zijn de inches ook, 45 inch? Ja, 40. Allemaal 40 inches waren dat. En wat voor beeldschermtechnologie? LCD? Allemaal LCD's waren dat. Gewoon lekker backlight met zo'n lekker flats. Ja, oh man. Nou, en op een gegeven moment ging ik me daarin irriteren. Want inderdaad, het is LCD. En het is ook nog oldschool LCD. Waarbij je gewoon in de hoeken ziet. De hoeken zijn wat blauwer dan het midden van het scherm en dat soort dingen. Dus toen ben ik overgestapt naar plasma. En daar heb ik... Ik heb denk ik 3 Panasonic TV's gehad. Ja. Ik denk 1 42 inch en daarna de 50G3. Ik gok dat wij misschien wel dezelfde 42 inch hadden. Met van die lekkere ribbeltjes op de achterkant. Ja. Ja, met zo'n lekkere zware jongen was dat. Ja. Dikke rand om het scherm. Ja, en heb ik er nog heel veel gekocht uiteindelijk. Uiteindelijk weer teruggegaan naar Sony op een gegeven moment met de 50W800. 805, geloof ik. Dat was een VA-paneel. En die was ook best goed voor die tijd van Sony.
En ik heb intussen denk ik nog wel wat gehad, maar nu ben ik al een tijdje bij de LG OLED. Vet. Ja, dan zal ik mijn televisiecarrière ook maar even, want dat is toch eventjes aan, leggen we ze even op tafel. Ja. Ja, ik ben ook, ik kan me herinneren, vroeger had ik een hele kleine zwart-wit televisie, daar zat ook echt zo'n RF-ding achterin en daar speelden we dan Super Mario in zwart-wit op. Maar die heb je niet zelf gekocht, toch? Nee, die had ik nog van mijn ouders. Nee, daarop. We beginnen bij die je zelf hebt gekocht. Oké. Anders heb ik nog. Nou, nog ik zit even te denken wanneer dat was. Want we hadden dus inderdaad zo'n oud bakbeest, een Aristona of zo. En die had ik volgens mij meegenomen naar mijn studentenkamer. En toen de Xbox 360 kwam, toen had je 720p, kon die volgens mij al output. Misschien zelfs wel Full HD. Maar die tv. Want de eerste Xbox had nog geen HDMI. Dat bedoel ik nee, ook de 360. Met die... Ja, dat bedoelde ik. Ja, uiteindelijk wel. Met vanaf de Elite geloof ik of zo. Maar de eerste had alleen componentkabel. Ja, maar die kon wel 720p outputten trouwens. En volgens mij ook 1080i, maar dat weet ik niet zeker. Zou kunnen. Maar goed, in ieder geval, ik had een Xbox 360 en die sloot ik dus gewoon aan via SCART. En ik wist toen op de duur, dacht ik van, oh ja, ik had een computermonitortje gekocht. Een heel klein rotding. En daar kon je die Xbox aansluiten met zo'n VGA-kabel. En dan moest je die speakers weer in een andere tulp prikken. Zo'n hele Frankenstein-situatie had ik zo'n piepkleine flatscreen, weet je wel. En daar heb ik volgens mij, dat was mijn eerste volgens mij. En toen heb ik heel lang op een hele crappy monitor gespeeld. En toen heb ik dus die Panasonic Plasma gekocht voor Red Dead Redemption 1. 42 inch, dat was echt... Dat was voor die tijd was dat krankzinnig. Bij de scheer en foppen voor €600. Ik weet ook echt nog de allereerste dag dat mijn pa dat had gekocht. Die had hem gekocht bij een van die racers. Hoe heet ze ook weer? Tim en Tom. Tom Coronel. Ja. Volgens mij Tom Coronel. Die heeft zijn eigen tv-winkel. En daar had hij hem gekocht. En hij kwam thuis, hij had hem neergezet. LG Plasma was dat ook. En dat was 42 inch. Je wist niet wat je zag. Nee. Dat was zo krankzinnig groot. Ja, je hoofd kon het niet eens beseffen volgens mij hoe groot het was. En tegenwoordig als je 42 inch... Oh, dat is een kleine. Ja man, ik weet nog dat ik Red Dead Redemption 1 toen had. En die eerste dag dat ik hem recht indeed. En dan... sta je op die heuvel te kijken. En ik dacht, mijn god. Dit gaat nooit vetter worden dan dit. Dit is het. Ja, how wrong were we? Ja, nou ja, dan fast forwarden we even naar mijn volgende televisie. En dat was een Samsung KS8000. Ja. Toen werd ik op de duur, dacht ik van wacht even, dat was een 55 inch LCD volgens mij nog, met van die local dimming. Dus had je wel een beetje het idee dat je een OLED had, maar toen dacht ik moet gewoon een OLED hebben. Dus een 65 inch OLED gekocht van LG, dat was de C8 volgens mij. En toen geüpgraded naar de 77 inch C10 en sedert een maand ben ik eigenaar van... Overstap naar QD OLED. Nee. Niet? Ik heb een LG G3 gekocht. Wat? Ja. Ik dacht dat je naar Samsung ging. Nee, ik heb heel lang getwijfeld tussen de Samsung... Hoe heet die nieuwe nou? Ze hebben een QD OLED. En die LG... S95 of zo? Ja, S95C. Ja, die of de LG. Maar die LG die was €1500 goedkoper. En die had 5 jaar garantie op het paneel in plaats van 2. En ik dacht, ja... Ik ben echt geen fan van Samsung beeldsoftware. Nee, ik ook niet. Dus ik moet wel zeggen, het jeukt nog steeds hoor. Want die 95C die pakt alle awards. Maar LG G3 ook man. Ja, en ik was op de duur, dacht ik bijna, deze televisie gaat mij teleurstellen. What? Omdat ik die reviews las. En toen ging ik maar hij is toch ook gewoon 2 keer zo helder? Hij is nu toch piekhelderheid van bijna 2000 geloof ik. Het is belachelijk. Ja, natuurlijk. Ja, toen ben ik dus, toen was mijn kamer nog niet af. Toen ben ik begonnen aan het verbouwen van mijn kamer. Kunnen we wel heel even vertellen hoe we dit item zijn begonnen? Het begint bij de tv. Ja. Het begint niet bij een bank. Nee. Het begint niet bij een tafeltje. Het begint bij de tv. Het begint echt bij een tv. En dat is toch wel de centerpiece. Ik weet heb je ooit iets bijzonders nog gedaan om een tv op te hangen, neer te zetten? Om net wat extra zuur te geven? Want ik heb een aantal dingen wel eens gedaan. Ja. Ik heb ooit zo'n poot gekocht voor vogels. En daar kon je hem op monteren. En dat was heel slank mooi en dat viel mooi weg in de kamer. En dan had ik gewoon al mijn apparatuur verstopt aan de zijkant, gewoon zodat je niks zag. En ik heb 1 keer, dat was volgens mij bij de Panasonic 50 inch plasma die ik toen had. Die had ik zo opgehangen, maar die hadden nog van die hele dikke randen eromheen. Mm-hmm. Weet je wel. Daar had ik gewoon mijn hele fucking muur zwart geverfd. Mijn hele muur was zwart geverfd, zodat die tv, wanneer je gewoon lekker zat te kijken op de bank... leek het net erin weg te vallen. En het was niet mijn idee. Het was het idee van mijn vriendin om een muur zwart te verven. Ik had er voor gek verklaard. Maar ja, als het kut is, kunnen we altijd nog wel weer terug. Weet je wel, dat is geen enkel probleem. En ze had het voor elkaar gedaan. En ik moet zeggen, het was verrassend vet. Dedicated. Ja, dat klinkt als een soort proto-OLED. Gewoon je hele huis zwart maken. Het zag er echt super vet uit, ja. Ja.
Nee, ik heb verder met mijn televisies heb ik ze gewoon altijd op de voet neergezet. Maar ik heb ook de televisieontwikkelingen op de voet gevolgd. Dus ja, op de duur toen OLED kwam. Ja, toen OLED kwam dacht ik, dit is wat ik wil. En ja. Nou ja, uiteindelijk ja, laten we even het bruggetje maken naar mijn setup. Natuurlijk waar wij nu over lullen. Ik ben dus verhuisd in hetzelfde gebouw waar ik al woonde. En ik wilde heel graag een Dolby Atmos setup. Ik heb daar wel eens over gehoord destijds. Ze zeiden ze van Cyberpunk ondersteunt Dolby Atmos. Hier zie je wat beelden van mijn oude kamer trouwens. Mijn vorige setup. Het was op de duur een beetje. Ik ben er een beetje uitgegroeid. Ja, daar staat hij hoor. Daar staat hij. Ja, deze docu staat trouwens op YouTube. Dan moet je even zoeken op Retro Game Rooms Jasper. Dan vind je mijn oude huis. En het ziet er gezellig uit binnen. Dankjewel, nou ja. Dankjewel. Er wordt goed geleefd. Spelunky was ik aan het spelen, zoals je kan zien. Ja, in ieder geval, hier had ik al een 5.1 surround set. En ik dacht, ik ga een nieuwe kamer bouwen. Misschien moet ik gewoon eens kijken hoeveel speakers ik daar maximaal kwijt kan met mijn versterker. Dus op de duur kwam ik erachter dat ik dus 7 surround speakers kon doen en nog 4 plafondspeakers erin kon janken. Dat kan ook gewoon hier bij de plek waar je zit. Ja, dat kan hier. Ja. Dus ik ben toen aan het knutselen gegaan. Ik weet niet of de regie even een fotootje heeft van het plafond van mijn ruimte. Dus ja, daar zie je. Als je hebt doorgegeven, 100%. Ja, ik heb het. Kijk, hier zie je, als je goed kijkt, zie je daar in de verte onderin boven die TL-bakken hangen speakers. Ja. Die TL's zijn er nu uit. En die speakers heb ik allemaal aangesloten. Het ziet er vet uit in industrieel. Ik vind het is een beetje industrieel, ja. En ja, het was echt een gok. Ik wist niet of het zou werken, want je hebt dus van die Atmos speakers, die kosten dan 300-400 euro van allemaal van die hele dure Scandinavische merken met puntjes op de O en zo. Mm-hmm. Ik dacht, ik koop gewoon 4 bookshelves van Yamu van 40 euro per stuk. En die heb ik gewoon opgehangen aan het plafond. Ik heb gewoon van die haakjes achterin die speakers gedraaid en zo opgehangen aan kettingjes. Ja, het is gewoon hout natuurlijk ook. En to my fucking surprise, ik heb die shit aangesloten. Ik deed het aan en het werkt niet een beetje. Het werkt als een tierenleer. Zijn dit die S60's? Ja, klopt. Ja, ja, okay. Het is een Yamo S60 setje. En ik heb dus ook 5 surround speakers en 2 van die zuilen. Ja, ja, we hebben eigenlijk in principe hetzelfde setje gehad. Dat was ook zo. Voor de mensen, ik heb het niet meer. Althans, ik heb het wel, want ik neem er geen afstand van. Het staat bij mij echt kuttig. Het staat gewoon in de berging, staat het stof te verzamelen. Maar we hebben hetzelfde surround setje, Yamo S606. 3-weg luidsprekers met een gigantische subwoofer aan de zijkant. Ik heb het uiteindelijk weggedaan. Niet omdat ik het niet mooi vond, want het is fucking prachtig. Maar ik woon in een appartement. Die shit gaat zo ontiegelijk hard. Ja, die shit gaat echt heel hard. Ja, ik had het met een Onkyo THX Certified receiver had ik het thuis staan. En het was prachtig, maar ik moest iedere keer of eigenlijk op night setting bijna zetten, of gewoon dat het niet meer cool was. Dus uiteindelijk heb ik er nu afscheid van. Nou, ik ben daar echt all out in gegaan. Ik heb geluidsdempend spul onder de vloer gedaan en ik heb op mijn muur een tussenmuur gebouwd bij mijn buren met een spouw ertussen. Er zit gewoon lucht tussen. Ja, een dat muur is heel tegenaan ja. En ik heb allemaal van die kunstbladeren ervoor gehangen om de resonantie op te heffen. Het klinkt zo fucking vet. Dus ja, nu heb ik dus die audio, dat werkt trouwens niet op de PlayStation, want die ondersteunt geen Atmos. Maar op de PC en op de Xbox heb je wel Atmos en volgens mij heb je dat BTSX. Ja, dat weerhoudt mij er nog wel van om te upgraden naar Atmos. Want ik wil ook heel graag Atmos. Ik heb nu een Sonos Playbar en gewoon achter me twee speakers en daarvoor natuurlijk de Playbar. Klinkt fantastisch ook, moet ik zeggen, nog steeds. En iets behapbaarder dan wat ik daarvoor had. En ik zou heel graag willen upgraden naar die Arc. Mm-hmm. Maar PlayStation ondersteunt het niet. Wat kloot is. Want ik speel, als ik op de tv speel, dan is het meestal een PlayStation game. Want Xbox, die kan ik meestal wel op de PC spelen. Speel ik ook meestal op de PC. Mm-hmm. En als ik dan de PC wil aansluiten, dan moet ik hem de hele tijd heen en weer slepen. Dus ja. Ik heb mijn PC staat op een plek in mijn kamer waar die en aan mijn monitor. Want ik heb ook een LG OLED als beeldscherm voor mijn PC. Een C2. Ja. En de kleinste 42 inch. Wat trouwens echt een aanrader is. Ik heb heel lang ook gezocht naar het perfecte PC-beeldscherm. En ik heb het nu volgens mij gevonden. Maar goed, dat is een ander verhaal. Ja, ik moet je heel eerlijk zeggen. Ik zou dat precies ook willen hebben. Behalve. Kijk, wat ik wil uiteindelijk ook naar een grotere tv. Je hebt 77 inch. Mm-hmm. Ik twijfel om dat formaat te gaan nemen. Maar sowieso 65. Maar ik weet, als ik 65 heb, ga ik weer spijt hebben dat ik niet 77 heb. Je moet het gewoon doen, geloof mij maar. Ik ben geüpgrade van 55 naar 65. En ik heb nu 77, heb ik wel gehouden. Voor mij is dat de sweet spot. Ja. Anders wordt het gewoon te absurd. Dan. Maar weet je wat het is? Ach, kijk nou eens even, jongens. Wat een lekkere bak voer voor de beesten. Het ziet er ook heel vet uit. Ja. Maar weet je wat het is?
Ik zou dat op zich wel willen doen. Behalve dat ik mijn huidige tv, dat is een 55 inch... Die zou ik dolgraag aan mijn pc setup willen... Maar 55 inch is veel te groot. Is te groot. Ja. En het is een C9. Daar krijg ik ook niet zoveel meer voor terug. Laten we zeggen dat ik daar 500, 600 voor terug krijg. I don't know. Ja. Ik noem maar wat. Ja, ik heb er 1500 voor betaald, maar laten we zeggen 500, 600 krijg ik ervoor terug. Doe er een handtekening op. Maar voor dat geld ga je nooit die kwaliteit krijgen. Nooit. Nee, dat is wel lastig. En ik denk dat ik wat dat betreft, de mensen die kijken zullen nu misschien denken van, heeft deze gast een soort staatsloterij gewonnen? Nou ja. Je bent drugsdealer. Ik deal in designs, maar ik ben zelfstandig ondernemer. Dus ik kan heel veel dingen zakelijk aanschaffen. Dat is wel de reden dat ik dit doe, want anders moet ik heel veel belasting betalen. Dus dan heb ik liever dat ik het investeer in apparatuur. Dus ja, zodoende door de jaren heen heb ik dat heel erg lopen upgraden en heb ik nu die setup. Maar anders had ik het, weet ik niet of ik het had gedaan. Ja, het is fijn dat je het kan, toch? En ik moet wel zeggen, ik heb dus nu, nou ja, als je die G3 hebt en dat Atmos. En laatst ging ik Jedi Survivor spelen en toen liep ik, ja, hier zie je mijn huis trouwens zoals het nu is. Het is een beetje een zootje, maar ja goed, dat kunnen jullie wel wegfotoshoppen. Nou, het is heel gezellig, man. Ja, het is echt super chill. Maar als je nu dus bij Jedi Survivor onder je ruimteschip staat, dan hoor je letterlijk boven je, hoor je die motor. Als je dus onder die motor gaat staan, hoor je gewoon zo boven je. Dat is echt. Het is insane. Ik bedoel, we hebben ook heel vaak daar voorbeelden van gehad toen we bij LG op bezoek waren. Maar ja, wat ik zeg, waarom ontstaat de PlayStation het dan niet? Dat is het ding. Kijk, een scherm kan groter worden, maar waar ik pas heel laat achter kwam, is dat geluid ook je soort spectrum van immersion groter maakt. En letterlijk, 100%. Ja, het maakt echt je soort van theater groter. Bijna net zo belangrijk. Ik bedoel, kijk, mensen zijn heel erg visueel ingesteld. Mm-hmm. Dus 9 van de 10 mensen, en ook wij, hoe wij ons verhaal begonnen, beginnen we bij tv. Maar geluid, het is echt 50% van de ervaring. Letterlijk, want check eigenlijk als je nu zeg maar kijkt hoe weinig jij met je ogen eigenlijk ziet van wat er gebeurt. Je pakt maar een klein stuk. Dus, en wij zijn ook heel erg goed in het invullen van wat we niet zien door wat we horen. Ja. En dus daarom, zeg maar, als ik nu al die dingen om me heen hoor, ik merk ook gewoon hoe intuïtief, ook in Resident Evil 4, ik hoef helemaal niet te kijken waar de enemies zijn. Want ik hoor gewoon, oh, daar zit een enemy. Ja, maar dat is ook qua immersion, weet je, gewoon omgevingsgeluid. En als het echt goed perfect klinkt, dat is zo indrukwekkend. Ja, dat is echt een meerwaarde. Dus ja, ik weet niet. Het is, wat dat betreft ben ik bijna een beetje bezwaard om in dit item dan een soort van op te scheppen of zo. Weet je, van, maar ja, dit is mijn. Nou, hier werk item ik voor. Ja. Hier, dit is soort maar van. Is dit item voor? Dit is het item waarin je mag flexen, moet flexen. Want je vertelt hoe je je droom setup maakt. Ja, en dit is wel mijn droom setup. Ik heb dus, nee, ik wilde dus altijd gewoon niet mijn settings lager hoeven zetten. Dat vind ik gewoon irritant. Dan. Ja. Dat moet ik trouwens ook zeggen, is ook een heb beetje. Heb ik nu steeds meer vrede mee, hoor. Want ik heb nu RTX 3080 in mijn PC. Ja, het beginnen nu games te zijn, die kan ik niet ultra runnen. Ik heb dus de 4090 en die DLSS 3 implementatie bij games maakt een hoop goed. Ja. Dus Cyberpunk draait die op 17 frames op ultra, maar als je dat aanzet, gewoon 120. Dus ja, ik weet niet, hebben we nog meer beelden? Heeft de regie nog beelden? Vast wel, toch? Even te denken, oh ja, kijk hier, je ziet mijn PC, die staat dus achter de bank. Die is ook gekoppeld aan mijn beeldscherm. En dan heb ik gewoon een HDMI, die lus ik door naar de tv. Ja, dat is nice. En dan komt alles bij de receiver binnen. En niet alle games ondersteunen Atmos. Maar Resident Evil wel, Cyberpunk wel. The Witcher heeft ook een Atmos update sinds kort. Dus ja, ik moet zeggen, ik heb helaas niet eens zoveel tijd om te gamen. Gewoon door werk en ja, in dit geval mag ik niet klagen door vakantie, maar... Ja, het is het gewoon echt waard. En dat vind ik vooral heel fijn. Dat, een ander ding wat ik zag. Je hebt kleurlampen, uiteraard. Heb je Philips Hue? Nee, Yeelight van Xiaomi. Dude, je moet Philips Hue nemen, man. Zeker omdat je daar je PC hebt staan. Wanneer je dan gewoon... Ik kan niet goed zien hier waar je lampen staan. Volgens mij staat er eentje achter de tv. Maar maakt ook even niet uit waar je ze nu hebt gestaan. Als je even Philips Hue hebt, kan je er entertainmentzone van maken. Oh, shit. En dan kan je beeld synken met je PC-game. En dat is wat ik altijd doe wanneer ik hem wel in mijn woonkamer aansluit. Ah. Ik heb zeg maar een LED-strip achter op de tv. Links een lamp, rechts een lamp. En die kleuren precies mee met de kleuren op het scherm. Oh, oké, wat vet. Dus in principe als jij zegt, als ik dus nu achterop mijn televisie die strips plak. Ja. Oh, daar had je het volgens mij een keer over toen we zo'n hardware-item hadden ook. Ja. Ja. Ja, hier, dit ook trouwens. Maar gewoon, zeg maar, je hebt rechts een lamp. Als er rechts op het scherm dan iets rood is, dan wordt die rechterlamp ook rood. Het kleurt helemaal mee. Wow. En je moet gewoon
zetten op de kleurovergangen subtiel, zodat het niet een disco wordt, maar wat subtieler. En dan echt perfect immersion. Ja, dus bij mijn de mensen waarmee ik in dat appartement woon, om mij heen, die staken al een beetje bekend als soort van de LED disco god. Zeg maar, als je van buiten mijn kamer in kijkt, je ziet direct, oh, daar woont Jasper. Dat is een soort van regenboogzone. Dat is dit. Ik heb je nu gelijk al een volgende stap gegeven voor je. Voor en ondertussen zit ik maar te klagen, oh, die RGB shit op PC gaming apparatuur. Maar omdat het meestal walgelijk is uitgevoerd. Maar als je het gewoon classy doet, dan kom je er goed mee weg. Laat ik dan ook, als we toch over de hardware hebben, even een hele kleine mini-review er tussendoor proppen van die LG G3 televisie. Ja. Want ik kan me voorstellen dat er kijkers zijn die on the fence zitten tussen die Samsung en die LG. Ik heb die Samsung niet gehad. Ik heb wel een QD OLED PC monitor gehad van Alienware. Belangrijk ding wel met die Samsung, ondersteunt geen Dolby Vision. Ja, klopt. Hij is wel 144 hertz in plaats van 120. Ja, dat merk ik niet. Ik ga ook geen Counter-Strike op mijn tv spelen. Maar ik had hiervoor een LG 77 inch C10, CX, zeg maar. En nu dus de G3. En het verschil is echt way groter dan ik had gedacht. Ik was echt weggeblazen door... Ja, dat snap ik. Dat is mijn enige... Als ik überhaupt iets aan te merken heb op mijn C9, is gewoon de helderheid. En weet je wat het is? Het ding is, bij die oude LG-televisies had je alleen de gaming mode waar je in kon gamen, want anders had je vertraging. Ja. Maar bij deze nieuwe tv kan je al die picture modes zijn gewoon... Ja, maar ik ben een purist. Ik zet dat nooit aan. Ik wil echt gewoon letterlijk hoe het signaal komt. Geen enkele bewerking wil ik eroverheen. Ja, oké. Ja, ik had vooral eigenlijk ik vond die C10 gewoon niet helder genoeg. Ja. Als ik s'avonds aan het gamen was, dan dacht ik, ja, ik heb alles al uit. Snap ik. Dit kan niet. Ik heb hem dan wel echt gecalibreerd ook. Ook volgens HDIG, de tone mapping. Ja, dan is hij gewoon minder helder. Als je dynamic tone mapping aanzet, dan is hij helderder. Maar minder... Ja, ik speel niet op Vivid, hoor. Ik speel niet op Vivid, maar er is wel een beetje... Anders is het item gelijk voorbij. Als je dat is de zonde, hè. Maar nou ja, goed, ik ben in ieder geval... als ik dan kijk hoe ik ben begonnen met gamen, dan denk ik van... als gamer is het gewoon vet om gewoon optimaal te kunnen genieten van je hobby. Mm-hmm. Dus er is altijd wel iets wat je kan upgraden. En ik heb ook heel vaak wel gedacht van, ja, is dit het waard? Dat is ook een beetje moeilijk om daar antwoord op te geven. Maar ik denk wel dat het gewoon... Het is gewoon super bruut. Je kan het heel prima redeneren naar... Kijk, een hobby mag geld kosten. Dat ten eerste. Mm-hmm. En bereken heel even hoeveel uur besteed je aan deze shit. Ja, nu niet zoveel als ik zou willen, maar ik kom vanavond Ik besteed er heel veel aan. Dus ik heb echt zoiets van... Weet je, en ik vind het gewoon ook vet... Dus doe het, man. Ja, dat is het ook. En nou ja, net wat jij zei, van je wil gewoon niet hebben dat je iets koopt... en dat je dan denkt van ja, fuck, als ik nog 2 weken langer had doorgespaard... weet je, even een paar extra krantjes door de wijk brengen. En dat had ik vroeger, had ik dat eigenlijk al. Ja, weet je, soms dan moet je gewoon eventjes de rijst en water consumeren. En dan ik weet er alles van. Ik weet er echt alles van. Ja, wat is de moraal van het verhaal? Ja, er is er een moraal, ja. Moraal van het verhaal? Ik ben gewoon een hebzuchtige rotzak. Ja, wat is het belangrijkste? Ja, het begint letterlijk bij mij bij audiovisueel. Dat is je tv en je audio setup. En de rest evolueert langzaam. Ja, van een sikke bank setup. Ja, en je receiver is ook belangrijk natuurlijk. Voor Dolby Atmos heb je een AVR nodig. Ik heb dan de Denon X3700H, voor wie weet wat dat is. Ja, weet je, uiteindelijk, ik ben er door dit te bouwen, want ik heb dus natuurlijk, ik ben verhuisd, dus ik dacht, ik ga van tevoren alles goed leggen, alle kabels onder het laminaat door, gewoon helemaal netjes maken. Ik ben erachter gekomen dat ik ten eerste inderdaad een hebzuchtig serpent ben. Ik wil gewoon de vetste shit. Ja. En dat mag ik ook van mezelf, vind ik ook wel dat ik dat waard ben. Je moet van jezelf houden. Zeker, en dat doe ik op deze manier. En ik ben er ook achter gekomen dat geluid echt veel toevoegt. Dat had ik even, want ik heb bijvoorbeeld een maat, die heeft ook een hele vette tv en die speelt op de internal tv speakers. Als ik nu bij hem zit, dan denk ik echt, dude, je moet al die games mag je straks opnieuw gaan spelen. Alsof je op je telefoon iets zit te kijken. Oh man. Ja, en dat is wat er dus gebeurt. Zo'n game komt gewoon meer tot leven. Dus als alle kijkers die nu denken van, fuck man, nu wil ik ook een Dolby Atmos setup. Ja. En goedkoop is duurkoop. Weet je, als je nu iets koopt wat je eigenlijk niet helemaal top vindt, binnen 2 jaar heb je spijt, ga je opnieuw geld uitgeven, ben je uiteindelijk nog meer kwijt. Precies, en val niet voor die valstrik van Dolby Atmos, specific speakers en zo. Weet je, ik bedoel, die speakers zijn helemaal niet zo duur. Die heb jij ook, die Yamos. Ja. Het is meer gewoon een kwestie van de versterker is duur en de kabels moet je goed doen. Ja. Goede kabels zijn belangrijk natuurlijk. Maar het is het echt waard, ja. Kijk aan.